Dank u, voorzitter. Ik zal als een goed dominee trachten het kort en bondig de dag te besluiten. Voorzitter, we lezen aan de lopende band in de krant dat jongeren, soms zelfs kinderen van 13 of 14 jaar betrokken zijn bij geweldsdelicten. BVNL baart zich grote zorgen over toenemende wapenbezit onder jongeren en hun toenemende betrokkenheid bij incidenten. De messenproblematiek verspreidt zich in rap tempo vanuit de grote steden naar de kleinere gemeenten. Ziet de minister dat messenbezit onder jongeren blijft stijgen en herkent zij het gevaar hiervan? Gemeenten luiden de noodklok. Burgemeesters vragen al geruime tijd om meer landelijke regie en een landelijk messenverbod, waarmee jongeren geen messen mogen kopen en bij zich mogen dragen. BVNL biedt hierbij de minister via de voorzitter ons 10-puntenplan Bescherm onze jeugd tegen wapenbezit aan. Ik neem het in ontvangst en ik zal zorgen voor de verspreiding ervan en daarmee maakt hij het onderdeel uit van de beraadslaging. Ja, dank u wel. Als afsplitser kon niet de kopieën betalen, dus ja, u begrijpt dat. Wat BVNL betreft treden we hard op tegen messencriminaliteit en zetten we alles op alles om messenbezit onder jongeren te voorkomen. Laat de politie messen afpakken door preventief te fouilleren in probleemwijken en kluisjes en tascontroles op scholen. Beboet ouders voor het gedrag van de minderjarige kinderen en pak de statussymbolen af van daders zoals een scooter of dure kleding. Maar zet daarbij in ook op voorlichting. Geef opvoedondersteuning aan ouders en haal jongeren van de straat door naschoolse activiteiten te bieden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Kan de minister in samenwerking met de gemeente het landelijk beleid aanscherpen en kan de minister toezeggen dat het messenverbod er ook komt? Voorzitter, dan de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit die een ernstige en directe bedreiging vormt voor de openbare orde en de rechtsstaat. Het is goed om te zien dat de minister structureel meer gaat investeren in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Het is in ons aller belang dat de strafrechtketen van politie, OM en de rechterlijke macht versterkt wordt. Maar voorzitter, politiemensen en jonge werkers trekken aan de bel. Kwetsbare jongeren verdwijnen steeds vaker in de criminaliteit. 2022 is weer een triest record van minderjarigen die betrokken zijn bij gewapende overvallen. Zij worden geronseld voor criminele activiteiten met de belofte van snel geld. BVNL vraagt met klem maatregelen te nemen om te voorkomen dat steeds meer jongeren in de criminaliteit belanden. Ziet de minister dat het nog steeds aanlokkelijk is voor veel jongeren om te kiezen voor een crimineel bestaan? Neemt de minister met spoed maatregelen om kwetsbare jongeren op het rechte pad te houden? Wordt er bijvoorbeeld meer geld vrijgemaakt voor jongerenwerk na de bezuinigingen die we hebben gezien? En kan de maatschappelijke dienstplicht wellicht niet helpen om jongeren op het rechte pad te bouwen? Die discussie is natuurlijk ook alles gevoerd. Ondersteunt de minister ook de gemeenten die aangeven moeite te hebben met deze problematiek met voldoende slagkracht? Ik sluit af. Voorzitter, BVNL roept het kabinet op om onze jeugd uit de handen te houden van de georganiseerde misdaad en te beschermen tegen straatcultuur, drillrap, digitalisering, verveling en radicalisering. Ik weet dat het niet simpel is, maar we moeten er alles aan doen, want het gaat wel om onze kinderen en de toekomst van de jeugdigen. En dat is in het belang van ons allen en zeker in het belang van Nederland. Dank u wel.